Kijk eens aan mijn prachtige fedora, my lady. Een aantal weken ga ik weer lekker Skyward spelen. En ik hoop dat ik op de server kan spelen met natuurlijk mijn YouTube rank. Hoi. En ik word fake genoemd. So I try to hold on to a time when... Bruh. Why heb ik geen YouTube rank? Nu ben ik boos en ik ga nu First Blood Bunny hebben. Met natuurlijk mijn Archer Kit. Is dat geken? Hey Link, hier is je leuke killer. Oh, it's motherfucking on, girl. You know nothing, geken. I'm going to First Blood Bunny your face. Ga geken vermoorden. Alright, First Blood Bunny Kit in de aanslag. Nog niet op de focus. En, hoppakee. Dat is, oh, ze weet meteen wat ik wil doen. Oh, die geken gaat dood, jongen. Die geken gaat dood. Oh, ze heeft perfecte tactiek. Ze heeft precies dezelfde tactiek als ik heb. Alright, even kijken naar mijn spullen. Ik heb echt gewoon baggerspullen. Maar desondanks moeten we nu wel heel snel eventjes naar boven toe gaan. Oh, good. We moeten geken vermoorden, want geken is een stomme kikker. Kijk, daar is ze. Daar is ze. Geken, ik ga je dood vermoorden. Hoppakee, dat zijn 2 shots. Dat zijn 3 shots. En hoppakee, geken. Geek is neer, dan krijg je van Geek als je zegt dat je mij neer gaat halen. Hehehehe. Bam en bam en bam en bam en bam. Heel veel bams en bounce it. Nou, dan gaan we die man daar eventjes vermoorden. Ik mag hem Nadine. En ze heeft niet eens een skin. Nadine, waarom heb jij geen skin? Hallo Nadine. Hallo Nadine. Ik ga je dood vermoorden. Ze heeft een iron sword. Ze heeft een iron sword. Ze heeft een iron sword. Ze had een iron sword. Alright, we zijn een nieuw potje en ik heb mijn First Blood Money Kit. Ik heb mijn First Blood Money Kit helemaal niet aangeklikt. Ik wil deze kit helemaal niet. En, nou, fuck it, weet je wat? Dan gaan we hem ook gebruiken. Ook. Hoppakee, hoppakee, en hoppakee, en hoppakee. Deze is wel dood, yay! Het was heel erg gebukt. Ik dacht dat ze niet dood was gegaan, maar tuurlijk is ze dood gegaan. Wat denk je dan? Goed, we hebben lekker sappige spulletjes en ik ga meteen naar dit eiland toe van degene die ik net heb vermoord. Zodat ik meteen die items op kan pakken die eigenlijk van mij zijn. Oh, hallo, hallo. Hallo. Oh god. La 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 la. Ik ben bang. Oké, ik doe even het spullen aan. Stop. Nee, stop. Oké, het spijt me, meneer. Het spijt me. Ik zal nooit meer doen. Oké, het spijt me. Goed, mijn tactiek is nu om zo snel mogelijk blokjes te pakken naar dit eiland toe te gaan en die man dood te maken met de prachtige iron sword. Ik heb echt gewoon 1 blokje. Dat is echt geweldig. Alright, hier zitten 9 blokjes in. Super chill. Pakken. Oké, okay, let's go. Alright, die man heeft natuurlijk nu nog helemaal niks door. Even kijken waar mijn blokjes zijn. Hier zijn mijn blokjes. Heel snel eventjes naar die man. Bouwen. Hoppakee. En dan maken we eventjes een verrassingsaanval. Op zijn face. Hallo jongen, ik ben hier. Het was niet slim om zonder armor naar hem toe te gaan. Maar hey, dat maakt niet uit hè. Bekijk het zo, ik heb het gehaald. Gewoon zonder armor heb ik gewoon iemand met armor gekillt. Zo goed ben ik hier in Skywars. Wie had dat verwacht dat ik zo goed was in Skywars? Wah! Meteen doorgaan naar de volgende eilandje. Hoppakee, maar gaan iedereen gewoon dood vermoorden. Oh, ik zie dat iemand naar me toe komt. Is hij... Viel die nou? Ik zag dat iemand naar me toe kwam en ik zie dat iemand dood is gevallen. Oh my fucking god. Hoe beschaamdelijk is dat? Dat je doodgaat omdat je achter iemand... No fucking way. Wat een nerd. Hallo, meneer Daan. Ik ga jou dood vermoorden. Linktijger NL. I'm Espanol. Ik ben Spaans. Ik ben Espanol. Ik ben Espanole. Olé. Alright, de map bones. Daar heb ik al vertrouwen in, de map bones. We kunnen hier gewoon super goede spullen krijgen. Holy shit, er zitten echt goede spullen in. Oh damn, fucking bijna full iron armor. Diamond armor hebben, iron sword. En met natuurlijk sharpness 2. Er zitten mensen linktijger in de chat te spammen. Het kan niet beter, jongens. Het is tijd dat wij gaan winnen in deze prachtige map. Zie ik daar nou een man raar doen? Kijk, dit is mijn fishing hole, bitch. Dit is mijn fishing hole. Oké, het is me niet gelukt om hem te killen met mijn fishing hole. Maar dat betekent niet dat ik natuurlijk niet hem kan killen. Ik ga hem meteen op afchargen. Want ik wil hem natuurlijk heel graag killen. Rustig aan. Hey. Hamburger! Ik heb honger in vlees. Ah, oh, het is wel een groot deel van zijn loot was eraf gevallen. Maar wat maakt het uit? Zo, ik zie daar iemand die YOLO heet, hè? Huh? You only live once, bruh. Hey, you only live once, bruh. Kom maar, hè? You only live once. Je leeft maar 1 keer. En moet het nou eens een keer jouw eer zijn om door mij doodgemaakt te worden? Nou, als dat geen eer is, weet ik het ook niet meer. Hoppakee, in de lava. In de... I'm
going to cut a bitch, if you don't know what I'm saying. Hey, ik zie daar een leuke Charmander. Hallo Charmander, hallo Charmander. Ik ga jou dood vermoorden. Hoppakee, ik ga hier naar beneden toe. Ik pak mijn prachtige mooie spullen en ik ga jou eventjes doodmaken. Maar hoe ga ik dat doen zonder spullen? Ja, dat weet ik ook niet. Nee. Ik heb in totaal geen spullen om naar jou toe te bouwen. Misschien zit er wel iets onder deze penisbos dinges. Dan gaan we even kijken. Nee, er zit ook niks. Oh, misschien zit hier wat beneden. Kijk eens aan, hier zit nog een prachtige chest met geen bouwblokjes. Welkom bij de camp episode waarin we gaan campen op ons eiland omdat we niet weg kunnen komen. In deze aflevering ga ik kijken hoe Charmander aan het snipen is op die man daar. Charmander is heel goed bezig. Hij is zo pro, hij is zo emoji as fuck. Link is nu verveeld en gaat wat dirtblokjes hakken. Want dat doe je als je even... YOLO boy is de... Oh, YOLO boy wordt naar me toe. Oh, I'm a Charmander. Oh, you're super, 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 super. Nou, dat is dan even mooi. Dan heb ik een tweede eiland erbij. Yay, ik heb twee eilanden. Wat een nerd. Hij heeft super veel spullen achtergelaten. Dankjewel. Ik heb nu een prachtige mooie nieuwe broek. Alleen coole YouTubers dragen een broek. Nee, grapje. YouTubers dragen geen broek, dat weet je. En ik heb nog steeds geen bouwblokjes, dus dat wordt hartstikke leuk. Wat nou als ik hout ga hakken? Want voor elk houtblokje krijg ik wel 4 hout. Wat ben ik toch een genie. Kijk eens aan, dan hebben we meteen 8 blokjes. En met die 8 blokjes kunnen wij vast wel naar een nieuw eiland toe. Alright, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Hoppakee. En jump, hoppakee. Op het nieuwe eiland hier zit ook al een brug. Wat een prachtige mooie brug, jongens. Wat zijn jullie toch creatief met bruggen bouwen? Kijk, hier ook zo'n mooie brug. Hoef ik het allemaal niet meer te doen? Kijk, nog een brug. Nou, moet ik eventjes blij zijn. Zie je die doet daar? Wat een leuke jongen. Het is YOLO boy. Doe YOLO boy. Je mag de piemel zuigen. Nou, was dat eventjes mooi. Er zijn nog 3 mensen over. Daar zit één iemand, ik ben iemand en daar zit iemand. En ik weet niet wat YOLO boy aan het doen was, maar... Ah, YOLO! Hoppakee. Ik weet niet waarom ik dit deed, maar dat was best wel cool. Ik kan verdomme niet op dit hekje staan. What the fuck? What the fuck? Waarom kan ik hier niet... Ik kan hier niet op... Ik word net op... Oh mijn god, ik ga hartstikke dood hier. Oh my fucking... Wacht, ik heb natuurlijk ook water. Oh, misschien kan ik nu wel op dit ding... Ja, ik kan erop staan. Yay. Hij is de enige man die nog over is. Laat ik hem beschieten. Hoppakee. YOLO, swaggy, die peggy, die poggy, die poggy, die poggy, die poggy. Ik heb laten zien waar ik ben, hè. Oh my god, ik heb hem gewoon geraakt. Maak er nog steeds geen blokjes om te bouwen. Hoe de fuck wil ik hier wegkomen? Ik zit hier vast. Mauw. Jongens, hoe heb ik mezelf in deze situatie gebracht? Dit was totaal niet de bedoeling. En ik weet echt niet wat ik moet. Is dit heel het eiland opgeplaatst of zo? Waar ik nu op zit? Wacht, ik heb een idee. Wat nou als ik hardcore ga koren? Oké. En hoppakee, we gaan op dit prachtige mooie boomstukje zitten. Oh yeah. En hoppakee, dat noem ik nog eens waterjumpen, jongens. Hoppakee, en dan gaan we hierop staan. En dan gaan we hierop staan. Haha. Misschien kunnen we van de 4 die man daar wel helemaal eraf schieten. Dat zou hartstikke mooi zijn. Zodat we misschien een kill kunnen krijgen, zodat we kunnen winnen. Maar natuurlijk kan ik er niet raken, want mijn Legolas kills zijn... Gaat hij nou op me schieten? Gaat hij nou op me schieten? Hij schiet gewoon, verdomme. Ben je helemaal gek geworden of zo? Ben je nou helemaal gek geworden of zo? Ben je nou helemaal gek geworden? Jij bent echt een beetje gek in je hoofd of zo, hè? Oké, je bent niet alleen gek in je hoofd. Je kan ook voor totaal voor geen meter mikken. Je bent echt gewoon... Ik durf gewoon hier te staan. Ik kan gewoon al die pijlen langs me zien. Zoeven. En zoef. En zoef. Ja, je kan er niks van. Stop er maar mee. Ja, je mag er gewoon mee stoppen. Ik kan in ieder geval nu wel terug parkouren. Maar ik zie dat hij nu een peersel doet om een brug te maken. En mijn parkour skills... Of, nee, geen parkour skills. Mijn arrow skills zijn on point. Zijn ze on point? Ik heb geen arrows meer. Oh, fuck me. Dan gaan we maar naar beneden jumpen. En we gaan een omweg vinden naar een nieuwe plek om deze man te bevechten. Qua armor zit ik wel redelijk. Ik heb wel natuurlijk een iron sword. En ik heb natuurlijk geen pijlen meer. Maar desondanks zou ik hem best wel aan kunnen, hoor. Ja. Deze match kan ik wel winnen. Deze match kan ik makkelijk winnen. En als ik niet win, dan word ik boos. Waarom staat het daar in de fik? Dat is de reden waarom dat het daar... Oh ja, daar heb ik mijn lava geplaatst. Oké, dat is de reden waarom dit eiland in de fik staat. Oké, dat was mijn schuld. Ik zie daar in ieder geval, zie ik daar die coole man daar staan. Hij denkt echt dat hij cool... Hij denkt echt dat hij een coole man is, maar... Ik kan die naam doen, maar ik heb nog steeds geen blokjes. Welkom bij Skywars Survival. De dagelijkse Minecraft Survival waarin ik survival ga doen. In Skywars, want ja, we gaan Skywars spelen en dan gaan we tegelijkertijd survivalen door bomen te hakken. Kijk eens aan, dat zijn weer 16 prachtige sappige blokjes. En met die sappige blokjes kan ik naar het volgende eiland toe. Hoppakee. Kijk eens aan, ik ben aangekomen. En kijk, de brug hier is ook al af. En die man heeft helemaal niks door. Hoppakee, that's what I... Oh, ik jump ook achter me aan. Ik heb nog steeds gewonnen, ook al jump ik hem precies achteraan. Ik weet niet waarom ik dat deed.
Maar ik heb gewonnen. Hallo mevrouwtje, jij bent heel erg sappig. Ik ga jou dood vermoorden. Dat is 1 shot, dat is 2 shots en dat is de 3e shot. Jij bent dood. Hoppakee, first love money, muziek, yeah! Ik mag weer stoppen, want ja... Alright, we hebben op zich wat decent spullen en ik hoor dat er iemand naar me toe komt. Ik ruik zelf dat iemand naar me toe komt. Ik zag jou wel. Jij wou heel graag naar mij toe. Jij sappige man. En hij bouwt zich gewoon in. Wat gaat hij doen? Hij gaat zijn armen gewoon droppen. Hij dropt gewoon zijn armen. Ben je helemaal gek geworden of zo? Je bent helemaal gek geworden. Weet je hoe zonde dat is van het milieu, jongen? Dat is zonde van het milieu, jongen. Je bent echt crazy man. Ja, echt een crazy man. Zit die eekhoorn nou op mijn... Die eekhoorns jat gewoon mijn spullen. Dat is mijn first blood money kill. Dat zijn mijn... Die heb ik verdiend. Dat zijn mijn... Fuck you. Ik ga je nu eenmaal pakken. Ik heb totaal geen zwaard of iets, maar ik ga jou pakken. Oh god, oké. Misschien is het niet handig om hem te pakken. Want ik heb echt totaal helemaal niks. Wil je een andere tip hebben in deze prachtige map die Angelet heet? Je gaat meteen bam de bomen. En je gaat even kijken waar je prachtige chest is. Want ja, kijk eens, hoppakee. Je pakt alle spulletjes eruit en dan ga je meteen doorchargen naar beneden toe. Je pakt hier ook meteen alle spulletjes. Je pakt meteen de spulletjes van deze chest hier allemaal achterin. Hoppakee. Ja, ik plaats vooraf een blokje neer. Dat is hartstikke handig, Link. En dan kom erachter dat je geen extra blokjes hebt. Dus dan ben je blij dat je de Build of Kit hebt genomen. Want met de Build of Kit kunnen we gaan bouwen. En waar gaan we naartoe bouwen? We gaan meteen naar het midden toe. En zou je bij jezelf denken, waarom is dat zo slim, Link? Nou, dat komt omdat er heel veel eieren naar je toe wordt gegooid. En als je heel graag wilt dat de eieren naar je toe wordt gegooid voor gratis ontbijtje, nou, dan kan je dat hartstikke makkelijk doen. Dat is super fijn. Nou, dan ga ik voor mijn sneeuwballen nog eventjes vier prachtige snowblokjes maken. En dan kan ik misschien, heel misschien wel naar dat eiland toe. Dat gaan we niet. Weet je wat? We gaan het gewoon proberen. Hoppakee, we gaan het gewoon proberen. Vier blokjes. Deze aanloop. Hoppakee. Er kwam gewoon een fucking pijl naar mijn gezicht toe. Ben je nou helemaal gek geworden? Wie schoot er? Jij schoot op mij, hè, daar in de verte. Jij, hè? Hij hoort echt bij de nare mannen. Nou, kijk, eens aan. Ik doe een prachtige mooie armor aan en ik heb alleen geen hoedje. Wat moet een man zonder hoed? Ik kan me fedora niet mijn lady doen zonder hoed. Goddammit, waarom heb ik geen mooie muts? Heb ik een boog? Ja, ik heb een boog. Heb ik natuurlijk skills? Hoppakee, ik heb je kill gestild, motherfucker. Hoppakee. Ja, dan mag je mij schieten. Ja, je bent boos. Ik snap dat je boos bent dat je kill hebt gestolen. Maar je hoeft niet meteen mij dood te vermoorden. Je bent gewoon jaloers dat ik beter ben dan jij. Ja, je hoeft niet... Nee, je moet nou niet nog een keer om gaan schieten. Dat is nou echt onsportief voor jou. Ik vind jou echt een onsportieve jongen. Kijk, hij gaat zo'n boekje bouwen. Hij is gewoon echt bang. Hij is gewoon legit bang. Hop, dat je bang bent. Hoppakee, je hoeft niet bang te zijn, want je gaat gewoon sterven. Hoppakee, je moet gewoon goed... Kijk, als je blokjes bouwt, doe het dan goed. En niet zo slecht als hij net deze, dat je hem alsnog af kan schieten. Dat is echt gewoon... Nee, echt gewoon totaal niet. Maar in ieder geval zijn we wel heel dicht bij het midden. En heb ik nog wat blokjes over? Ik heb nog zat blokjes over. Nou, niet zat, maar ik heb wel een aantal blokjes. En we gaan meteen naar het midden toe, want we willen de potje natuurlijk wel weer winnen. En je weet hoe goed ik ben in Skywars. Nou, zo goed dat wij sowieso gegarandeerd kunnen winnen. En met gegarandeerd bedoel ik dat we heel veel geluk moeten hebben. En over geluk gesproken, ik zie dat daar ook iemand een brug aan het maken is. En wat een mooie brug is dat, zeg. Oh, die was bijna raak, die was bijna raak. Oh, die wil ook bijna raak. Oh, nee, hij heeft me nu door. Nou, dat is zonde. Dan gaat het... Nee, geen geluk vandaag. Jammer. Dan gaan we maar weer prachtig verder bouwen aan dit prachtige... Die man wil echt serieus echt met me vechten. Die man komt serieus heel dicht bij mijn eiland om dicht bij mij te komen. Oké, ik moet opschieten. Ik moet heel snel wegrezen. Oh, die man komt in charge. Oh, die man is boos. Oké, snel. Link, go. Speed mode. Oké, ik ga erop springen. Oh, ja, ik ben hierop. Ik weet niet of het slim is, maar ik ben hierop. Ik weet niet of het veilig is. Oh mijn god, wat moet ik hier? Ik ga hier een prachtige tunnel maken. Oké. En dan doe ik stiekem zo. Ik doe het dicht, zodat hij niet weet dat ik hier zit. Goed, we zitten in het midden van deze map. En in deze map kan je prachtige loot... Is dat TNT? Dat is TNT. Waarom ligt die TNT? Hallo? Hier ligt nog meer TNT. Hier ligt ontiegelijk veel TNT. Ga weg, TNT. Ik vind jou niet lief. Ik vind jou super eng namelijk. Echt gewoon... Ik zou... Kijk, een chest. Een leeg chest. Oké. Hallo? Is hier iemand? Hallo? Ik dacht dat ik wel snelste boven was. Ik weet niet hoor. Even kijken. Oh, kijk, er zitten nog zat spulletjes. Oh my god. Zie je deze prachtige mooie... Ik heb mijn fedora. Kijk eens aan mijn prachtige fedora. My lady. Nou, als ik nu niet win, weet ik het ook niet meer. Ik heb zo ontiegelijk veel golden apples. Holy shit. Als ik nou niet win, dan weet ik het ook niet meer. Holy shit. Zijn er nou drie mensen daar? Daar stonden net drie mensen, hè. Daar staan verdomme drie mensen die met elkaar teamen. Hallo. Jullie zijn teamers, hè?
Mag ik mee teamen? Mag ik bij de club horen? Ah, betray! Betray! Oh, ze spelen vals! Jullie spelen vals! Blijf eens van die... Ja, ga je niet op mij schieten? Je staat in de Victorun! Ze spelen vals! It makes no sense! Kijk, je vrienden gooien lava op je. Ik kom je beschermen. En wat doe je? Je gaat op mij lopen schieten? Dit klopt echt niet. Waarom zou je op mij schieten terwijl ik jou probeer te helpen? Het slaat echt nergens op. En ik zie dat daar een hele... Ja, you're pretty much fucked, man. You're pretty much fucked. Ja, hey, hallo Sander. Hallo Sander. Sander, ja, ik weet dat je op me schiet, maar kijk de positie. Ik sta hier op een paar blokjes en jij staat op wol. Ja, en dan wil je ineens met mijn teamen. Je staat verdomme bijna in de fik, man. Ik denk niet dat dit zo'n goed idee is, Sander, dat wij gaan teamen. Want jij... Nee. Dit kan echt niet. Ik kan echt niet met je gaan teamen, Sander. Dat is echt gewoon onmogelijk. Nou gaan we even kijken, want ik had ook ergens een bucket of lava gevonden. Maar waar die is, weet ik niet meer. En zat die bucket of lava hierin? Hey, ja hoor, daar zit hij dan. Die sappige bucket of lava. Kijk, Sander is daar leuk aan het bouwen. En dat betekent dat ik hier een prachtige lava ga laten vallen. Precies op het wol hier, zodat hij sowieso niet kan ontsnappen. Of ik ga het lava gebruiken om een vuurpijl te maken. Oh, dat is ook zo slim. Hoppakee, een vuurpijl. Oh, net niet door het lava. Kom op, een vuurpijl. Ik maak er geen vuurpijlen van. Waar staat? Dit staat echt nergens op. Hoppakee, Sander. Hoppakee. Je bent er bijna af. Sander. Sander, jij hoort echt bij de nare mannen. Waarom gooi je eieren? Oh, ik ga ze vangen, Sander. Ja, ik heb ze gevangen. Dankjewel, Sander. Je hebt het zo goed gedaan, Sander. Ik ben zo trots op je. Ja, je gaat dood, Sander. Dat is het enige wat ik... Oh, my... oh, iemand zei pas op, Linktijger. Jij hebt mij zo goed gewaarschuwd. En dat betekent dat ik nu hartstikke dood ga. Holy shit. Hier, kijk lava. Half hartje. Half hartje. Eet een appel. Ja, hoor. Kom erop, bitch. Ja, nu ben je bang. Oké, nu ben ik bang. Oh, god. Ik ga hartstikke dood. Oh, god. Wat hoor ik allemaal? Hier is lava. Hoppakee, ik kan er doorheen. Ik ga bouwen. Doei, bitch. I'm getting the figure here. Wow. Oké, ik weet niet wat ik heb gedaan. Kom op, ja. Haha, je kan niks doen, jullie stomme teamers. Oh shit, ze kunnen wel wat doen. Ze kunnen zeker wat doen. Oh shit. Wat moet ik doen? Help me, wat moet ik doen? Panda girl, jij bent stom. Ga weg, panda girl. Hoppakee, wegwees jij. En er zijn nog meer mensen hier. Oh god, ze komen naar me toe. Heb ik nog meer blokjes? Ik heb geen blokjes meer. Wordt mijn hardcore parkour, jongens. That's what they teach me back in the days. Hardcore parkour, jongens. Oh mijn god, ik heb het geleerd. Hardcore parkour. Of gewoon blokken breken, dat kan ook. Dat is ook een hartstikke slim idee. Hoppakee, zie ik jou? Hoppakee, en eraf. Hoppakee. Oh. Oké, wat misschien een handige tactiek is om lava te gooien. Ja, gooi vooral lava op ze links, zodat ze een fire arrow op je kunnen maken. Dat is heel slim. Maar nu kan ik ook fire arrows op hun doen. Hoppakee. Oh mijn god, ze zijn zo gemeen, deze mensen hier. Ze zijn echt gemeen. Ze zijn echt nare mannen. Oh, is dat Sander of is Sander al dood? Ik ga kijken. Is Sander al... Ja, Sander is dood. Holy shit. De fucking teamers van 3. Hoe wil je dat ik hun ga van... Oh, you made a mistake. Hoppakee, ik heb er 1 vermoord. Oh yeah. Dat is eentje neer. Oké, bro. Teamen. Zullen wij teamen? Hallo, zie je mij? Hallo, wij moeten teamen. Wij moeten echt samen gaan teamen. Dan is het 2 versus 2. Are you in, bro? Are you in? Hey, broeder, are you in? Are you in for a team? Ja, hij heeft me gezien. Ja, teamen. Oké. Dan moeten we hem verslaan, ja? Oké. Oké, ik vertrouw op je. Jij bent echt mijn enige broeder. Ik kan jou vertrouwen. Ik ga hem ook niet afknallen nu, want ik vertrouw hem nu. Oké. Daar zie ik 1 iemand. En waar is die andere? Ik weet niet waar die andere is. Oh shit, ik zie dat hij wordt beschoten. Ja, ik wil met je team. Rustig aan. Die panda girl, die weet nu waar ik ben. Die gaat TNT. Gaat TNT afstaan? Ben je helemaal gek geworden, panda girl? Panda girl, je bent echt helemaal gek geworden, hè? Crazy girl. Je bent echt een crazy girl. Hey, wat nou als ik hier lava plaats en dan met een fire arrow erop ga schieten? Is dat misschien een slim idee? Werkt dat? Ik heb geen idee of dat werkt. Nee, dat werkt niet, jammer. Maar ze heeft het wel laten exploderen, dus dat is iets, denk ik. Panda girl. Dat is wel heel risky bezig nu, hoor. Alright. Panda Girl zit daar helemaal beneden. Ik weet niet of ik heen moet. Oh, er zijn nog 3 mensen over. Oké, hij is nog over. En Panda Girl. Oké, eerst moet ik Panda Girl killen. Hoppakee. Panda Girl, you're dead to me. Oh, ze heeft overleefd, die Panda Girl. Oh mijn god, ik heb nog nooit zo intense battle gehad in Skywars, jongens. Echt nog nooit niet. Nog lang nog niet. Hallo, Panda Girl. Oh, ze is...
is wel goed hoor. Ze is wel goed. Ik heb haar 10 maat uitgeschakeld. In ieder geval 1 heb ik ervan uitgeschakeld. En die andere. Oh, die andere is goed. Oh nee, staat dat ik ze allebei heb gekild. Hoppakee, ik heb alle 2 10 maat gekild. Dat wist ik helemaal niet. Pandagirl, ik weet dat je eronder zit. Hallo, ga je eens eventjes heel gauw weg. Heb ik nog blokjes om mee te bouwen? Nee, natuurlijk heb ik die niet. Maar ik ga eventjes dit allemaal droppen zodat ik wat blokjes kan halen. Is die man nou. Die man is op het uit. Okay, Pandagirl, you're pretty much fucked. Die man gaat je helemaal slopen. Die man die daar loopt, die heeft geen pardon meer met jou, hè? Dat weet je. I'm just saying. Kijk, die man daar, die gaat je helemaal vermoorden. Hier, bro. Hier ben ik. Ja, ja, ja. Ze zit daar. Ja? Okay, ja, ze zit daar. Oh, of ik weet niet precies waar ze zit. Oh, waar zit ze? Waar is die vervloekte panda girl? Ik weet echt niet waar ze is. Ja, hallo. Ja, ik zit hier wel even veilig hoor. Oké, ik kom wel naar beneden toe. We're getting in some action, jongens. We gaan die panda girl helemaal dood vermoorden. Come on, end this. We're gonna end this once and for all. Oké, okay, ja, we zijn teamers. Kijk, daar is panda girl, Oh god. Even wat blokjes plaatsen hier zo hoor. Yo, broeder. Yo, hoe is het? Oké, we moeten samen die panda girl verslaan, hè? Dat weet je. We moeten samen. Samen die panda girl gaan verslaan. Dus wat is het beste? Oh, kijk, een boog. Dankjewel. Een goede powerboog. Ja, die heb ik al. Oh, pas op. Ik weet niet waar panda girl is. Ik weet niet waar ze is. Oh god, waar is ze? Ik ga even voor de kijken. Ja, Waar is ze? Ze zit daar beneden. Oké, daar zit ze met een lelijke hoofdje. Oké, ik plaats die lava bucket hoor. Ik plaats die lava. Ik moet gewoon even rustig wachten. Kijk eens aan, daar gaat ze dan. Ik plaats de lava meteen weer weg, zodat ze die niet kan vernietigen. Kijk eens aan, hoppakee. En we doen een fire arrow op je face. En nog een fire arrow. Ho. Ja, ze gaat dood. Ze moet nu wel doodgaan. Kijk, haar geniepige hoofdje daar zitten dan. Die panda girl is echt een nare man. Ik ben even aan het kijken hoe ik haar het beste kan vermoorden. Ik heb echt geen flauw idee. Dankjewel voor de experience. Panda girl, jij gaat nu zo meteen hartstikke dood. Alright, laat me gaan bouwen. Ik ga er eventjes een prachtig mooi dingetje boven haar kop maken. Zodat ik haar mooi kan vermoorden. Oh, ze heeft het dichtgebouwd, man. Ze heeft het dichtgebouwd. Oké, dan lopen we een stapje naar voren. En nog een stapje naar voren. En dan gaan wij het eventjes wegslopen. Hoppakee. Hallo, panda girl. Ja, je bent zo erg aan het spartelen. Maar kijk, hier is lava. Dan mag je niet aan spartelen. Dat is niet leuk. Nee, daar moet je echt mee stoppen. Oké, het is tijd dat wij haar gaan vermoorden. Go in, my friend. Go in. We must go. Fight. Fight like a real man. Go. I honor you. Go in. Zijn we nog steeds aan het bouwen? Is dit een bouwspelletje of zo wat we nu aan het doen zijn? Ik weet dat zij is hier zitten. Ik weet dat ze... Hallo. Er is ze. Oh, ze is fucking gevaarlijk. Oh, god. Die panda girl is fucking sterk. Hoe kan ze zo sterk zijn? Ze is hier. Oh, god. Ze is dood, bro. Ze is dood. We hebben het gehaald. Hij zegt, wacht, wat is er? Luke, nee! Just Lucas, ik bedank jou voor deze strijd. Jij zou voor altijd in mijn hart zitten. Wij hebben dit pandameisje helemaal dood vermoord. Namens ons land bedanken wij jou. Gegroet. Oh, je staat in de fik. Je hebt een god apple! Jij fucking cheater! No, 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 spare me, spare me!